Ik ben Hans Och. Ik ga het hier nog even niet over hebben. Voor degenen die het niet kunnen lezen, daar staat Sint-Petersberg boven. Kijk, het begon eigenlijk allemaal waar ik vanavond over ga hebben met deze kaart. Hè. Die kennen jullie. In 2020 is die gemaakt. Wat eraan kosten toen waren, heeft de Stichting Oud Sint-Pieter gefinancierd. Maar het is meegegeven met de tijdschriften van de SOC en van de stichting. Dat was echt een hebben ding. We krijgen nu nog steeds verzoeken voor die kaart. Ik laat dit ook nog even zien. Dezelfde kaart eigenlijk, maar ook nog even om weer eens in te prenten wat er allemaal weggehaald is. Maar goed, we kwamen toen op het idee van laten we eens op dat spoor verder gaan. Er was al zoveel gepraat over ontginningen. Kunnen we die ontginningen niet dus zo precies mogelijk gaan beschrijven? Laten we eens de huidige stand van zaken, van wat we al weten, samenvatten en kijken wat we daar nog bij kunnen doen. En daar een geheel van maken. En dan gaan we dan, dat is een mooi streven altijd, we gaan er een boek van maken. En dat boek is qua tekst af. En Paul is dat aan het vormgeven. Dit is niet de definitieve omslag, maar dit is een probeersel, zodat we naar iets kunnen kijken. Dit is iets uit het begin. De eerste hoofdstukken zijn al vormgegeven. En dan gaan we op een gegeven moment, we hopen dat aan het eind van het voorjaar uit te kunnen geven. Wat willen we eigenlijk met dat boek? We willen uitleggen wie, waar, wanneer werkte. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. En daar komt dan bij welke interacties waren er tussen de betrokkenen. Hoe verliep dat procesmatig? En ook welke randvoorwaarden, welke factoren waren daarop van invloed op bij die ontginning? Juridische voorwaarden, onderlinge verhoudingen, historische gebeurtenissen, you name it. Dat hebben we gedaan op een aantal manieren. De eerste plaats, natuurlijk, literatuurstudie. Er is zo in de loop der jaren ook mede vanuit de SOC, misschien vooral vanuit de SOC, al van alles gepubliceerd. Ik ken een hele hoop mensen hier in de zaal als je rondkijkt die met prachtige artikelen hebben geschreven. En al die artikelen die hebben we eens kritisch tegen het licht gehouden. Dat doen we natuurlijk wel. Hè? Ik bedoel, we vatten ze niet zonder meer samen. We kijken wat we daarvan zouden kunnen vinden. Hè? Daarnaast heel veel archiefonderzoek. Heel veel bronnenonderzoek. Heel veel actes onderzoeken om te kijken waar we aanwijzingen vinden. En natuurlijk, veldwerk. En dat allemaal in onderlinge interactie. Hè? Je leest iets in een stuk en je gaat dan kijken, zie ik daar iets van terug in de berg? Of je komt iets tegen in de berg en je denkt, hoe zit dat in godsnaam? Kunnen we daar ook bewijzen op schrift over vinden? We hebben ontzettend veel in de berg gelopen en we hebben ontzettend veel in het archief doorgebracht. Je kunt je de problemen bij dat werk wel voorstellen. Hè? Een van de grootste problemen is natuurlijk dat we van voor 1500 nauwelijks gegevens hebben. Schriftelijke bronnen van voor 1500 die specifiek zijn, die een heel exact verhaal vertellen over een bepaalde gebeurtenis, die heb je niet. Er zijn wel algemene mededelingen over dat er een mergel gewonnen wordt en dat beschikbaar komt voor een bepaalde poort van de stad. Maar wie dat heeft gedaan, waar, dat vind je niet. En in de berg, net zo. Opschriften van voor 1500 zijn zeldzaam. Soms kun je iets doen met wat ik noem circumstantial evidence. Je kunt iets construeren als aannemelijk verhaal. Je kunt het niet bewijzen. Dat opschrift, ik denk dat een hele hoop mensen dat wel kennen. Hè? Dat staat in zuidelijke stelsels niet één keer een aantal keren. Hè? Zomers. Die zomers, daar konden we in eerste instantie niets mee. Totdat we in een schriftelijk in een akte tegenkwamen uit de eerste helft van de 15e eeuw. Dat een mergelaannemer zaken doet met zomers een aantal keren. En dan denk je van, hey, zekerheid dat het om deze zomers gaat, heb je niet. Hè? Er zijn meerdere zomersen. Maar het is wel aannemelijk dat het om deze gaat. En als dat zo is, dan hebben we een mooi opschrift uit de eerste helft van de 15e eeuw.
Dat is eigenlijk ook eigen aan het hele, alles wat we gedaan hebben. Je probeert op grond van allerlei gegevens die je hebt, een aannemelijk verhaal te vertellen. Ik zei wel eens, we schrijven scenario's. En we pakken het meest aannemelijke scenario. Dat is niet het eind van het verhaal. We leggen uit waarom we voor een scenario kiezen, zodat anderen daar iets over kunnen vinden. En er eventueel tegenin kunnen gaan. Wat was ook een probleem waarmee je te maken krijgt als je met die oude stukken bezig bent? Dit lezen jullie natuurlijk allemaal vlot, hè? Dat was een probleem. We wilden gegevens vinden. En in de afgelopen 3 jaar heb ik dat redelijk sommige dingen leren lezen. Dit is wel ontcijferbaar, maar ik zal jullie toch helpen. Dat staat er stond er. Het gaat over 9 grote hoeden, wijngaards gelegen op den berg, recht naar de Jeker, Jolstraat en de Luikere Madries en opperwaarts, Peterstas en Termazen, etc. Het is een tekst die probeert aan te geven waar een bepaald perceel gesitueerd is. Daar heb je 2e probleem. Als je het al hebt kunnen ontcijferen, dan krijg je dit soort aanwijzingen. Er is geen kadaster waar je dingen kunt raadplegen. Percelen worden in algemene termen beschreven. Het ligt hier en naast dat van hem en onder dat van daar en het geloopt naar de richting Jeker, daar zit dat en dat stuk. Dus daaruit kun je wel iets opmaken. En als je dat heel veel doet en heel veel van die stukken leest, dan ontstaat er langzamerhand een beeld van hoe die stukken zich tot elkaar verhouden. Relatief. Geen exacte grenzen. De enige exacte grenzen die worden meestal bepaald door wegen. Want die wegen die veranderen niet snel in de loop van de tijden. Die blijven wel op hun plek liggen. Als je dan dit hebt leren lezen, dan kun je ook dit krijgen. Hè? Hier heb je nog zoiets. Hè? Het gaat van ook weer 4 grote en 7 kleine roeden. Aan het berggat. In deze voorse is het betekent al genoemd. De vrijheid, dat is de vrijheid Sint-Pieter. Hè? En dan gaat het dicht op aan het huf bovenaan de prekherenkamp, het predikherenkamp. Ook weer hier geen exacte aanduiding, maar daarmee moesten we doen. Hè, dat. En dan komt dan ook nog eens erbij, ik zei al, je hebt de leesbaarheid, je hebt de plaatsenbepalingen hè, die vaag zijn. En dan worden er ook nog aan de lopende band natuurlijk toponiemen gebruikt. En die toponiemen die zijn ook niet met blijvend. Je hebt iets, een plek op de berg, die heet Hilderniskamp. Die heeft ook Mersels Wijngaard gelegen en Peter Ruiskamp. En nou, er zijn nog 3 of 4 andere namen. Ook natuurlijk is nog een probleem dat je er ontzaggelijk veel stukken ontbreken. Je komt iets tegen en zeg in 1600, in 1610 kom je iets anders tegen. Dan is er iets gebeurd. Daartussenin moet iemand zijn dood gegaan en een erfenis hebben nagelaten, een testament hebben geschreven. Alleen het testament is onvindbaar. Dus daar moet je uit de feiten proberen iets te reconstrueren. Voor ik op een paar concrete zaken inga, nog even dit. Je moet je even goed realiseren dat wat wij schrijven gaat over het stuk eigenlijk ten noorden van Lichtenberg. Savante, Zonneberg en Noord. Dat zijn ook de gangenstelsels zoals die in onze beleving bestaan. Hè? Maar in werkelijkheid was het niet zo. Waren er eigenlijk maar 2 stelsels. Je had een stelsel dat van hieruit is aangelegd en dat langzaamaan naar het noorden ging. En je hebt een stelsel dat vanaf hier is aangelegd en dat naar het zuiden ging. En rond 1600 zijn die stelsels bij elkaar gekomen. Zonneberg bestaat in zekere zin niet. Historisch gezien in elk geval niet. Het bestaat uit 2 helften. Een noordelijke helft, die vanuit het noorden is aangelegd, en een zuidelijke helft, vanuit Stravante. Je kunt dat trouwens, in Zonneberg lopend, natuurlijk heel goed zien. Hè? 2 heel verschillende landschappen zijn. Dit is de ene kant. Dit is de ingang. De noordingang, zal ik maar zeggen. Die lag in het Jekerdal. Ongeveer waar aan de Mergelweg de rode huisjes beginnen. Daar boven op de helling lag deze ingang die in 1916 is ingestort. Niet lang voor de instorting zag hij er zo uit. Je ziet daar nog helemaal links bovenaan het punt van het fort.
We weten niet hoe oud die ingang is. Maar onderzoek onder andere van Kevin heeft duidelijk gemaakt dat echt rond 1500 het grootste gedeelte van wat wij het noordelijk gangenstelsel noemen, al bestond. Dat gangenstelsel is van daaruit aangelegd, dus je kunt terug gaan tellen. Dan denk ik dat zeker rond 1400 die ingang al bestaan moet hebben. Maar zekerheid hebben we er niet van. De oudste vermelding die we hebben, die is uit 1481. Dat is deze. Dat is een stuk uit een seinsboek van de bisschop van Luik. En hier staat dat het gaat om wie gaat er, de loken, de openingen, bij de Huinsberg. De Huinsberg, dat is een toenmalige benaming voor het meest noordelijke stukje van de berg, zeg maar in de buurt van het fort. En ik vind het wel leuk dat daar dus over die gater wordt gesproken. Het is niet één gat, het zijn er twee. En op de oudste afbeeldingen van de Grande Entrée, de oudste afbeelding die wij kennen is uit 1673, zie je ook twee gaten naast elkaar. De pilaar tussen die twee gaten is naar de rand ingevallen en die heeft die enorme koepel gemaakt. Veel, van daaruit is het ontgonnen. Dit is een prentje, dat is, komt uit een rapport van Kevin. Die heeft toen de graafrichtingen in kaart gebracht. Realiseer je altijd, hè, het gaat om de, uiteraard, hoe er gegraven is in de bovenste laag. Daaruit maak je die graafrichting op. Dat die gangen naar de rand zijn uitgediept en dat daarbij ook een andere richting gekozen kan zijn, daar komen we nog wel over te spreken. Maar goed, je ziet dus hoe die beweging is, hè? Hoe ze vanuit die ingang naar binnen gaan en dan verder uitwaaieren naar alle kanten. Dit is eigenlijk het hele stuk dat vanuit die ingang is aangelegd. We hebben dus ook maar even de stukken erbij gelegd, die aangehecht, die ook vanuit het noorden zijn aangelegd. Ik maakte het samen met Rob Habets en met Carlo Seibe, hè, dat onderzoek. Overigens zou je kunnen veronderstellen, hier hield de kaart in van 1796 op, dat die gangen gewoon zijn voortgezet en dat die hier op aansluiten. Hier was dat niet zo. Je kunt duidelijk zien, dat zijn allemaal gesloten werkfronten, op eentje na. Hier loopt een hele grote breuk en die heeft men vermeden. Maar voor de rest zal dit gebied gevuld zijn. Want als je hier rondloopt, dan zie je overal aan de graafrichtingen dat vanuit het instortingsgebied men in deze stelsels als het ware is binnengedrongen en het verder heeft ontgonnen. Om iets preciezer te zijn, ik heb tijdelijk de beschikking gekregen over een graafrichtingkaart zoals die door Max en Jos is gemaakt. En dan zie je dat zowel vanuit hier en vanuit hier, daar liggen de hoofdontginningsrichtingen. Van daaruit heeft men gewerkt. Dat is de ene kant, hè. Er zijn explosies geweest in 1794 bij de belegering in de gangen. Die hebben het geheel verzwakt. Vervolgens is er een hele reeks instortingen heeft plaatsgevonden vanaf 1809 tot diep in de 19e eeuw. Dat heeft zich geleidelijk aan steeds verder uitgebreid. Je bent niet helemaal zeker ervan, hè, dat hier gangen lagen. Er is ooit een onderzoek gedaan waarbij boringen werden verricht en dan werd gekeken wat op bepaalde plaatsen was. Allemaal langs de Luikerweg. Hè. De Luikerweg die zal ongeveer hier zo lopen en zo naar het fort. En dan zie je dat het daar ook ingestort is. Dus dat daar kleine holle ruimtes zijn. Maar het is even ingestort als de instorting in Noord. Dit zijn de breuken zoals die in het begin van de oorlog in kaart zijn gebracht door de ENSI in het toen nog te betreden gedeelte. Maar er zijn veel meer breuken nog. Aan de andere kant, zo van de kant, had je hier ongeveer een ingang liggen. Dat is daar ligt de oude ingang van Savante, waarover bijvoorbeeld in een oud Spaans rapport wordt gesproken. Ik vind het zo'n mooi romantisch plaatje. Ik denk altijd, misschien is dat wel die ingang. Zekerheid heb ik natuurlijk niet. Ik vind het zo romantisch, omdat die vrouw daar zo loopt. Ik denk, die vindt die man leuk. En die rent op hem af. Tot. Als we het hebben over het gangenstelsel van Vanten, hè, en hier staat hier ingang. Dat is de gidseningang. Zoals de drie poorten. Zoals je die op oude foto's ziet staan. Dit hier. Hier kwam het treintje uit. En dit is het eigenlijke ingangsgebied.
Hoe weet ik dat? Ja, eigenlijk dankzij Max. Want Max heeft er een graafrichtingenkaart van gemaakt. Die nemen we niet op in ons boek. Want Max wil hem zelf publiceren. Daar heeft hij groot gelijk in. Maar ik mocht hem wel bekijken om na te gaan hoe dat in elkaar heeft gezeten. En dan kun je zien dat er vanuit hier gewerkt is. Dat is de enige mogelijkheid. Dat is ook een heel bekende prent. Ongeveer in deze hoek, hier, moet die ingang gelegen hebben. Ik zeg niet dat dit de ingang is. Wat wel leuk is om te zien, is dat er overal mergelhopen buiten liggen. Dit is kunstmatig, hè? Dit was dan dit is geen natuurlijk landschap. Dit is naar buiten gekruid mergel waar nog iets mee moet gebeuren. En dat ligt wel op de goede plek ten opzichte van Lichtenberg. Hier zie je nog even hoe de grote ontginningsrichting is. Lange halen naar boven tot ongeveer hier. En vandaar is men weer afgebogen naar beneden en vervolgens als het ware Zonneberg ingegaan. Hier ergens heb je de B-muren, waar de doorbraak heeft plaatsgevonden. Al die verschillende ontginningen, die hebben ook heel verschillende landschappen opgeleverd. Het Slavante stuk, om maar zo te zeggen, dat was van de heren van Lichtenbergen. Die hebben eeuwenlang dat gebied als geheel kunnen handhaven, zonder het te versnipperen. Dat betekende ook dat daar grootscheepse exploitatie mogelijk was. En dat zie je terug in die gangen, hè, dat... Dit is een echte slavantengang, hè, zal ik maar zeggen. Mooi recht toe, recht aan. Meteen over de volle hoogte uitgediept. Weinig opschriften. Als er zijn, staan ze laag. Die uniformiteit vond je in heel Slavanten terug. Hè. Dit is Noord. En dat is een totaal ander geheel. Je ziet al die lagen boven elkaar. De karsporen boven elkaar. Als je bij de ingang naar rechts naar beneden gaat. Waar de eerste steentjes liggen waar je niet overheen mag. Richting Godhard, als je daar voor die steentjes gaat staan, zie je dit. We hebben geprobeerd in die gedeeltes, en ik laat dat me zo zien, indelingen te maken in gebieden waar men ontgonnen heeft. En een van de problemen waar je ook weer tegenaan loopt, is de datering of de manier... Dat is in verschillende tijdvakken gebeurd. Hè? Dit opschrift kennen veel mensen, denk ik. Het staat overigens... Het staat op een aantal plekken in de berg, maar dit is gefotografeerd in de kwekerij van Ronda. Dat staat helemaal bovenaan het plafond. Hè? Als je de hoek omgaat daar, een gang verder, dan staat die één niveau lager. Dezelfde naam. Dat betekent dus dat in de loop van het leven van die man, die laag erbij is gekomen. Als ik een indeling wil maken van wie waar werkte, dat is een probleem. Overigens, het leuke is, die naam, die kom ik ook tegen bij de Godhard. En bij de Godhard zijn de gangen wel 8 meter hoog. En daar staat hij helemaal vlak bij de vloer. In de tijd dat die man daar rondliep, waren ze dus in de kwekerij van Ronda, zal ik maar zeggen, nog bovenaan bezig. Maar bij de Godhard hadden ze al 4 lagen uitgediept en kon hij zijn naam helemaal beneden schrijven. Op basis daarvan hebben we een soort indeling gemaakt. We noemen dat altijd maar vlekken. Omdat de grenzen niet duidelijk zijn vast te stellen. Maar over al die vlekken kunnen we wel een verhaal vertellen waarom we denken dat die daar gelegen heeft. En hoe die naast anderen lag. Ik ga dat niet voor elke vlek nou doen. Dat is zo vanavond te ver voeren. Hè? Maar over een aantal van die dingen kom ik wel te spreken. Zo structureer ik ook dadelijk de rest van mijn verhaal. En ik probeer ook wat chronologie in te krijgen. Door eerst wat oud verhaal te vertellen, zal ik maar zeggen. En dan steeds wat moderner te worden. Het eerste inhoudelijke verhaal, dat gaat hierover. De Ganzendriestunnel. Het plaatje is in essentie van John Karas, die daar een heel uitgebreid artikel over heeft geschreven. Maar die Ganzendriesingang, maar altijd wat geïntrigeerd. Het is zo'n rare ingang eigenlijk. Vanwege zijn plattegrond. Toegangstunnel die zoveel bochten maakt. Dat is helemaal niet aantrekkelijk. Hè? Ingangstunnels die zijn vaak veel rechter. Je moet daar wel door manoeuvreren met paard, wagen. Als je ook weet hoe zwaar de blokken af en toe waren. Er waren ook 2 assers bij. Nou, dat maakt het een heel karwei, hè? Waarom loopt dat zo als het loopt? Hè? Dat was een vraag. En de tweede, de datering. Even snel over het verloop. Dat vind ik niet de meest interessante kwestie. Kijk, je loopt naar binnen.
En op een gegeven moment kom je daar een muur tegen. Hè? De eerste vraag, je ziet daar de karresporen, hè? Achter die muur verdwijnen. Dan wil ik, ja, dan word je nieuwsgierig. Hè? Wat zou er iets achter die muur zijn? Dat is gewoon een nieuwsgierigheidsvraag. En we hebben dit onderzoek kunnen verrichten. Dankzij de ondersteuning van Natuurmonumenten. Ik bedoel, dat is de eigenaar van de berg. En soms, bij onze tochten, ging een van de bedienaren van Natuurmonumenten, ons alle wel bekend, die ging met ons mee. Want ons idee was, we gaan eens een gat door die muur boren. En dan met een endoscoop kijken we eens door wat er te zien is. En dat deden we. En we zagen dat er ruimte zat. Dus we zijn nog een stap verder gegaan. We hebben er een blokje uitgehaald. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Dat werd met een zaag gedaan. Maar trouwens, mensen die daar wel langs zouden lopen, ik daag je uit om dat plekje te vinden. Het blokje is teruggezet, prachtig gecamoufleerd. Vind het maar. Dit is wat je dan erachter te zien. Op sommige plekken nogal wat ruimte en er ligt heel veel puin. Wat je wel ziet is weer hoe de wanden in elkaar zitten. Hè? Veel breuken, dus geen stevig geheel. Daarom is die muur ook gemetseld. Hè? In 1958 ter versterking. Maar helaas zijn er toen geen foto's gemaakt. Anders hadden we dit niet hoeven doen. Hè? Dat bracht ons dus eigenlijk niet veel verder. Gewoon, het is daar wat ruimer geweest oorspronkelijk voordat die muur er kwam. Wat we ons wel realiseerden, naast de ingang loopt een weg omhoog. Een klein hol weggetje naar boven naar het plateau. Oorspronkelijk liep dat weggetje helemaal over het plateau heen. Op oude kaarten kun je dat zien. En dat liep dan schuin over dat plateau en daarna naar beneden naar de Nekemermolen. De gang, hier heb je hem weer, die moest onder dat weggetje door. Of beter gezegd, hij ging onder dat weggetje door. Daarom heb je daar die bochten naar links. Die gele streep is een grote breuk. En wat je kunt zien, als je daar gaat kijken, er is een klein gangetje. En dit is eigenlijk de uitgang van dat kleine gangetje. En je ziet daar enorme karresporen. Er zijn wel eens mensen die verondersteld hebben dat kleine gangetje is gemaakt om als je elkaar in die gang tegenkwam, uit te kunnen wijken. Maar dat is een beetje raar. Ik bedoel, het zou best kunnen dat je wilt uitwijken. Maar dan worden er niet zulke diepe karresporen gemaakt. Die karresporen duiden op intensief gebruik. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de oorspronkelijke gang vanaf dat punt F eerst naar dat punt I heeft gelopen. En dat zal misschien niet lang geweest zijn, want het is een bouwvallig geheel. Die breuk die is er. Dus als je ook in dat gangetje kijkt, je ziet duidelijk gezaagde wanden, hè? Die zijn er. En je kunt ook iets verderop zien dat de vloer oorspronkelijk een heel stuk lager heeft gelegen. Je hoeft niet te denken, het is wel een verdomd laag gangetje. Hè? Nee, er is ruimte geweest. Dus ik denk dat die oorspronkelijk zo heeft gelopen en dat naderhand, toen dat te bouwvallig bleek, van binnenuit een nieuwe gang is aangelegd. Dus van boven van K naar H is er toen een andere route aangelegd. Ik denk dat het zo zit. Blijft de vraag, waarom hebben ze dat in godsnaam gedaan? Hè? Ze hadden toch ook door wat meer naar links te beginnen meteen recht kunnen gaan. Alleen zaten ze dan op een andermans perceel. Dat hadden ze niet. Waar ze begonnen zijn, is het een perceel dat op dat moment in eigendom was van bepaalde mensen, waar ze rechten hadden. Dus steeds de vraag, waarom ga je niet rechtdoor? En daarom moet ik gewoon zeggen, ik weet het niet. Waarom maak je die zwieper onder die weg door? Waarom ga je niet gewoon rechtdoor? Misschien zit het antwoord hierin. Als je rechtdoor was gegaan, was je hieruit gekomen. Dat zijn veel diepere gangen. Daarboven zie je de echte karrenwegen, de oude karrenwegen lopen. Dat is het niveau ook waarop de Ganzendriestunnel loopt. Hebben ze dat willen vermijden? Ik zou het niet weten, want ik weet wel, als je hier rechts naar boven gaat, dan kun je weer op een oude niveau komen. Daar staan opschriften uit 1560. Hier beneden, 1620. En de Ganzendries, we komen dadelijk op de datering, die is ergens in het midden van de 16e eeuw aangelegd. Ik weet niet of het toen al uitgediept was. Dat kunnen we niet nagaan. Daar hebben we geen aanwijzingen voor. Dus een raadsel.
Dan die datering. In het verhaal van Johns spelen deze opschriften een belangrijke rol. Hè? Dat staat op een bepaald punt. En Jacques van Rens, een archivaris, heeft dit ontcijferd. Ik zei al, we hebben eigenlijk alles kritisch benaderd. Dus wat we hebben gedaan is ditzelfde opschrift aan twee andere archivarissen voorgelegd, zonder te vertellen wat er stond. En die haalden dit er niet uit. Ik bedoel, wat Jacques van Rens vond. Dat zegt niks. Ik bedoel, maar het bracht ons aan het twijfelen. Zo kan ik het beste uitdrukken. Bovendien, dit zou een opschrift zijn waar zou staan dat er iets afgehouden waard. Dat zou dan kunnen slaan op de Ganzendriestunnel. Maar anderzijds, de Ganzendries ligt 80 meter van daar vandaan. Dat is raar om een gedenkteken te plaatsen op zo'n grote afstand. Allemaal dingen die je aan het twijfelen brengen. En er komt vervolgens bij, er werd wel eens gezegd, de Ganzendries is aangelegd omdat de Predikherentunnel, de andere ingang, ingevallen of onbruikbaar zou zijn. In die tijd dat de Ganzendries in 1554 aangelegd zou zijn. Maar het vervelende is, dit stuk, ik heb het straks al eens laten zien, dat is uit 1620. En we werken net zo'n stuk uit 1626 en nog een paar andere. En daarin wordt de predikhereningang gewoon als normale ingang aangeduid. Het lijkt er helemaal niet op dat de predikhereningang niet bestaat. Die mensen kopen daar een stuk grond, inclusief met een ingang, predikhereningang. Dus waarschijnlijk bestond die predikhereningang nog. En was dat niet de aanleiding om dat ding te maken? Maar hoe zat het dan wel? Hè? We denken dat we daarin iets verder gekomen zijn. Even voor een aardigheidje, leuk kaartje. Dus uit 1817, hier staat ingang van de carrière. Dat is de predikhereningang. Overigens was hij toen ingevallen en de Fransen hebben hem geprobeerd in 1809 te openen. Gaan we even terug naar deze prenten. Hè? Ik denk dat daar de verklaring zit voor het hele verhaal. Je ziet, daar bovenaan heb je de ingang. Hè? Daar ligt een gedeelte naast waar de bevolking van Sint-Pieter zelf voor eigen gebruik mocht graven. En aan de andere kant ligt een gedeelte, het staat hier Engelen. Er was een mergelondernemer, Jan Engelen, die in elk geval in 1505 dat gebied in handen had. Dat gebied, ik zei al, heette toen nog Mons Hunorum Vulgo, in de volksmond der Huinsberg. Dat is dat noordelijke puntje. Dat had hij in handen. Overigens, omdat er staat Mons Hunorum, hebben mensen daar naderhand van gemaakt dat het de Hunnenberg zou zijn. Die hebben hele verhalen, ook Van Schaik heeft dat gedaan, verhalen over de Hunnen en de Pietersberg. Maar dat is gewoon een foute lezing. Goed. In dat gedeelte zat dus Jan Engelen, die verkoopt dat met die grond in 1510. Of beter gezegd, zijn dochter verkoopt dat na zijn dood aan een man die heet Lens van Hontem. En die gaat in het verhaal een belangrijke rol spelen. Die ontgint daarboven dat groene stuk. Daar heeft hij zijn hoofdontginning. Later verwerft hij ook rechten in dat gebied dat hier Predikheren heet. Dat is niet zijn eigendom. Daar heeft hij pacht, dat pacht hij. Overigens, als die Lens van Hontem dat groene stuk daarboven koopt, koopt hij niet alleen dat stukje grond, maar ook, en dat vonden we wel leuk om te lezen, de brouwerijen in de berg staande. Dus een brouwerij die in de berg ondergebracht is. Ik denk dat dat de Ancienne Brasserie is, die erbij koopt. Die ligt inderdaad op de goede plek. Maar goed, als we het hebben over de predikheren, die had een heel goed stuk grond op de berg. Dat is dit stuk grond. Als je het wilt situeren, hè, je moet je denken van, hier ligt ongeveer bergrust. Hier ligt tegenwoordig een gedeelte van dat oog, die parkeerplaats. Hier onderaan ligt de ingang van de Ganzendries. Dus een heel bijzonder perceel. Het bevatte dus mogelijkerwijs twee ingangen. Hè? Eentje onderaan, één daarboven. Let ook nog even op, je ziet, hier er wordt een steilrand aan, een talud aangegeven. Hè? Dus daar zo eindigt dat ding. Ik heb het ook even anders aangegeven. Dan zie je duidelijker dat predikherenkamp, dat paarse, dat zijn de gangen daarboven. Maar er hoort nog een heel stuk grond bij. En daar start die Ganzendries, die gaat er onder die weg door en komt dan hieruit.
Zo zag de Luikerweg ooit uit. Dat was een echte holle weg naar boven. Ergens in die zeewand moet dus die ingang zijn uitgekomen. Zie je dus daar die predikheer? Lens van Hontem heeft daar ook rechten gekregen. Daarnaast ligt een ontginning waar in elk geval een zekere Jan van Lichtenborg actief was. En een lid van die familie, Amélie van Lichtenborg, die sluit op een gegeven moment in 1545 een overeenkomst met Lens van Hontem. En die overeenkomst houdt in, staat in de stukken, zij mag door zijn berg gaan. Zij mag haar mergel afvoeren vanaf hier, via zijn grond, hier naartoe. Dat is de afspraak. Maar als er eerlijk gezegd al een ingang hier in de predikerenkamp gelegen zou zijn, dan zou er weinig aanleiding zijn geweest om zo'n overeenkomst aan te gaan die voor de Lichtenborgs van groot belang is. Dus we denken dat er in 1545 nog helemaal geen enkele ingang in de predikerenkamp lag. We maken het verhaal nog iets complexer. Naast de predikerenkamp heb je deze twee apostelen, Hoenskamp. Begonnen door een man Hoens, daar heb je een andere eigenaar. Maar hoe dan ook, rond diezelfde tijd, zeg in het begin van de jaren 50 van de 16e eeuw, is Stas daar actief. Stas is daar de ontginner. Je ziet trouwens, ook in de omvang van die stukken, er is een grote jongen, hè, die me heel wat dadelijk te vervoeren heeft. En Stas heeft ook het recht gekregen om die kant op te gaan. 1545 nog steeds. Hè. Overigens, het zijn allemaal ondernemers, hè, allemaal. Ze liggen gedurig overhoop met elkaar. Lichtenborg en Stas hebben gedurig conflicten. Ze zitten op elkaars grond of ze beschuldigen elkaar dat ze blokken hebben meegenomen van de ander. Laten we zeggen, ze zijn concurrenten, soms zijn ze collega's, soms maar besluiten ze een bondje over iets. En dat betekent meestal dat er met geld iets wordt afgekocht. In elk geval mag Stas ook over de grond van Lichtenborg gaan. En een van hun conflicten over meegenomen stenen, daarvan spreken ze af, we gaan dat uitvechten, maar degene die ongelijk krijgt, die wordt verantwoordelijk ervoor gesteld om een put of gat te maken. Dat wordt vastgelegd. Dat wordt ook nijpend, want Lens van Hontem, die hier zat, overlijdt. En hij doet zijn grond over aan Klaas van Limburg. En Klaas van Limburg beslist meteen anderen niet meer over zijn grond te laten. Dat is overigens in november. November 1554. De datum die verondersteld werd voor de Ganzendriesingang was, geloof ik, januari of februari 1554. Maar pas in november 1954 wordt Amélie de doorgang ontzegd. En ook Stas wordt verboden daar te komen. Dus de nood is hoog op dat moment. Dus er wordt in mei 1955 een besluit gemaakt om een ingang te maken. Dat is dat put of gat. En dat wordt dan ook gemaakt. En ik denk dat dat de predikereningang is. Waarom is dat de predikeren niet de Ganzendries? De Ganzendries, de grond daar is op dat moment, de predikeren is overgenomen door Van Lichtenborg. Het is zijn belang vooral om daar een uitgang te hebben, want hij is een grote leverancier aan de stad. Tweede, Stas begint pas als een gek grond te kopen aan het eind van de jaren 50 en in het begin van de jaren 60, dan koop je allemaal grond. Want als je daar een uitgang maakt, moet je ook een weg aan kunnen maken. En hij wil naar de Maas komen. Want hij is een grote mergelondernemer. Hij is op export gericht. Hij wil een eigen plek aan de Maas hebben waar hij kan laden. Dus hij koopt die grond daar en hij legt die weg daadwerkelijk aan. Dat blijft heel lang in de geschiedenis dan ook de Peterstadsweg heten. Zo staat hij ook vaak op kaart en in andere actes genoemd. En we zien dan ook dat pas, ik weet het niet uit mijn hoofd, ik dacht 1563, vind je in de boeken van Stas vermeldingen dat er daar gemetseld wordt. Waarschijnlijk wordt dan de boogconstructie gemetseld. Dus we denken dat, het maakt allemaal niet veel uit natuurlijk, 1554 of 1563, maar we denken
dat pas in 1555 de predikheer is gemaakt, dat die in elk geval een stuk in de 17e eeuw nog bestaat, hij wordt genoemd, en dat de Ganzendries van iets later datum is, uit het begin van de jaren 60. Kijk, ik denk ook dat de ingang oorspronkelijk wat meer berginwaarts lag en dat de boogconstructie naar de hand is gemetseld om allerlei inloop van regen tegen te gaan en zoals dat op veel plaatsen trouwens is gebeurd. Dus we weten niet precies wanneer wat gebeurd is. Ik probeer even een algemeen beeld te schetsen. Ik denk dat die boogconstructie in Mergelen 1563 gemaakt is. Kijk, dit is de predikeren ingang wat er van over is. Die is inderdaad later volgeslipt en mensen hebben geprobeerd die open te maken. En Gerard Heusje, maar volgens mij was John Hageman er ook bij betrokken. En dit is natuurlijk de Ganzendriestunnel, hè, met de boogconstructie. En je ziet ook dat er naderhand nog restauraties zijn uitgevoerd en dat die nieuwe boog op de oude mergelwerk gemetseld is. Dat is trouwens ook allemaal gedocumenteerd, maar goed. En dat gaf dan aansluiting naar de hand op een heel stelsel van karrewegen die zowel op de Ganzendries als op de predikeren aansluiting geven. Ik zei al, op een gegeven moment word je heel argwanend tegenover alles wat je leest. Wat waren bijvoorbeeld, wat betreft Colette, die haalt in zijn chroniek af en toe dingen door elkaar. Dat is duidelijk. Als de predikeren kan, je herinnert je misschien nog dat plaatje, ik zou even helemaal terug kunnen gaan, maar probeer het je maar voor te stellen. Die ligt eigenlijk tussen twee wegen in. Die holle weg die omhoog leidt, hè, naast de ingang, en de Luikerweg. Zo wordt dat stuk omschreven. Hij ligt daar tussenin. Twee verschillende wegen, maar ik weet dat Colette af en toe al die namen door elkaar is aan het halen. Dat is het vervelende als je iemand een paar keer betrapt op een onnauwkeurigheid, dan ga je in alles twijfelen. En Colette schrijft, die Hilderniskamp, dat is het stuk, weet je wel, het oude boerengedeelte. Hier heb je de kwekerij van Ronda en hier heb je een schacht. Over die schacht vertelt Colette een heel verhaal hoe hij, het is allemaal tweedehand, hè. Hij heeft gehoord van iemand dat voor 70 jaar geleden dit en dit gemaakt zou zijn. En dan zitten we te praten over 1620 of 1630. De schacht zou toen gemaakt zijn omdat een man, Hildernissen, met die hier eigenaar was, zijn mergel moest afvoeren en ik kreeg een toestemming om over andermans grond te gaan. Ja, het zou mogelijk zijn, anderzijds, Hilderniskamp ligt vlak bij de Ganzendries en in de Ganzendries, tegen die tijd, als je de stukken leest, Jan en Alleman had daar rechten om daar in en uit te gaan. Dat is een hele lijst van mensen die je zou kunnen opstellen die daar rechten verworven had. Het zou merkwaardig zijn als hij daar niet tussen had kunnen komen. Maar goed, het zij zo. Maar ik denk dat er iets anders ligt weer. Het waren allemaal bikkelharde zakenmensen, hoor. In 1530, dacht ik, is er een Akense kanunnik, Heinrich Dienemans, die dat gebied koopt. Dus dat is een stuk voor die Hildernissen daar zit. Dat zou 1620 of 1630 zijn. Hij staat ook ergens in de berg. Hè? Overigens, dit is weer een foto van Jan Spee. Je hebt meer foto's ondertussen van Jan Spee gezien. Heinrich Lienemans, dat is wel even leuk om te vertellen, hij koopt dat samen met zijn vrouw. En dat is merkwaardig, een getrouwde kanunnik. Maar in der tijd kon dat nog. Een lagere rang kanunnik, want daar had je rangen in. Als hij niet gewijd was, dan mocht hij trouwen. En vlak daarna, in 1566, bij het concilie van Trente, hè, dat was een contra-reformatiebeweging, is dat afgeschaft. Dus hij heeft snel op tijd geweest, zou je kunnen zeggen. Hè, maar goed, die Lienemans, die zit daar. Of er toen al gangen waren, hè, of er de bovenste laag al uitgediept was, dat weten we niet. Maar we weten wel dat een stukje later dat wel het geval was. Want hij krijgt bijvoorbeeld een conflict. Rond de 1553 krijgt hij een conflict met zijn buurman, Jan van Lichtenborg. Spreek heel netjes af, de stenen waar het om gaat, de ruzie, die laten we nou even de berg liggen. We gaan opmeten, bovengronds en ondergronds. Dus dat hele gebied wordt dan opgemeten. Of er dan al een schacht is, weten we niet.
Het zou wel handig geweest zijn voor zo'n opmeting, hoor. Want je moet altijd een vast punt hebben. Maar 2 jaar later, hier heb je die schacht, hè. 2 jaar later wordt een aantal mensen formeel verboden van die schacht gebruik te maken. Er wordt gezegd, je mag je gemergel winnen, maar je mag ook niet wenden. Wenden is een vorm in die tijd van winden en dat is ophijsen. Toen komen we dan een aantal keren tegen. Ik bedoel, ik ken 3, 4 vermeldingen van mensen die verboden wordt van die schacht gebruik te maken. En dat die gebruikt is, is ook duidelijk. Je ziet de touwsporen. Hè. En we vinden ook wel vermeldingen waarvan gezegd wordt, er liggen stenen bij de put, daar boven op de berg. Dus al veel eerder, zeg rond 1550, is er sprake van een schacht. In tegenstelling dus tot wat Colette zegt. Dus ook weer, het zijn geen grootse vondsten, maar goed, het zijn kleine correcties op de geschiedenis. Er waren meer van die putten op de berg. Hier boven het fort, zie je, daar staat er ook één. En als je Bourrie leest, als je de Franse rapporten leest uit 1748, 1794, wordt vermeld dat er een aantal putten op de berg zijn waar stenen uit omhoog gehesen worden. Bourrie zegt zelfs, en dat wordt gedaan met het soort installaties dat je ook boven Parijs aantreft. En dat zijn eigenlijk een soort grote tredmolens. Ik weet wel, als je als kind ooit een hamster of zo hebt gehad, en die in zo'n kooitje als een gek liep, hè, dat zo liep daar een man of 2 mannen in om een wiel aan het draaien te houden en zo die dingen omhoog te hijsen. Ik ken er prenten van, vanuit Frankrijk, maar hier in de omgeving zijn ze niet afgebeeld. Maar ze moeten dus bestaan hebben. Die datering van rond 1550 zou kunnen kloppen. Dit is een inkrassing, die hebben we, die staat. In de kluis heb je zo'n rondgang, hè? Weet je misschien wel. En ergens daarin staat dit. Daar hebben we heel wat discussie over gehad. Wat staat hier nou? Staat hier 1546 of is het 1561? Hè? Als je er een lijntje doortrekt, zou je dat zo kunnen denken. Zou je het ook zo kunnen zien. Hè? Hoe dan ook, rond die tijd werd daar dus ontgonnen. Ik weet niet of dit zo'n zogenaamd huismerk is dat hier staat. Dat werd wel vaker gedaan, hè? Een jaartal opschrijven. Maar alleen, meestal waren die veel groter uitgevoerd. Zo werd dat gedaan, hè? Dat jaartal en een groot huismerk. Of zoals hier, daar heb je er ook zo een. En bij dat andere, dat we zojuist hadden, is dat veel petiteriger. En zeker dat eentje, hè? Dat zit me dwars. Dat herken ik nauwelijks als een 1. Gezien de forsheid van de andere cijfers. Maar goed, rond die tijd, hoe dan ook, of het nou 1546 of 1561 is, werd daar gegraven. Dat zie je trouwens ook iets verderop. Dit is ook een bekend opschrift, dat staat ook weer in de kwekerij van Ronda, namelijk hoog. En ik vind het ook zo'n leuk opschrift, omdat het een soort Maastrichtse is. Hè. Hier staat Maas, dat is een voornaam, Krijen, een achternaam, is Oog, hey, geweest, de 1 april en dan 54. En omdat we weten in welke tijd Krijen werkte, is het dus 1554. Dus in die tijd werd daar nog in bovenste lagen gegraven. Ik had een heel verhaal willen vertellen over dit gebied. Naar aanleiding, Jos Koppen heeft daar ooit een artikel over geschreven, hoe daar 2 mergelaannemers, Svenne en Godding, grote ruzie krijgen en daar een aantal metingen laten uitvoeren die gestalte krijgen in grote kruisen op de muur. De oorsprong van van die ruzie, daar had ik wel eens wat uitgebreider bij willen stilstaan, omdat dat iets laat zien van de ingewikkelde verhoudingen tussen al die mergelaannemers. Er zijn een hele hoop mensen bij betrokken in het voortraject. Moeders en zonen die ruzie krijgen en die allebei in de mergelbusiness zitten. En de zoon die zijn moeder de toegang ontzegt tot bepaalde gebieden. Broers die ruzie krijgen. Komt ook nog eens bij dat al die mensen in een bepaalde familie hetzelfde heten. Hè. Je hebt dus, zoals je Peter Stas 1, 2 en 3 hebt, hè, heb je ook een aardarts 1 en 2. Noem ze maar op. Je wordt af en toe eerlijk gezegd hartstikke gek van als je ermee bezig bent om uit te vogelen wie nou weer ruzie heeft met wie en waarover. Dat laat ik even zitten. Kijk, hier zie je nog wat van die kruisen zoals ze op de muur staan.
Eén kruis is de eerste meting, een dubbel kruis is de tweede meting. En je zou denken dat daarmee de ruzie is opgelost. Overigens, als je op de kaart kijkt, dan zie je dat daar eindigt, maar het eindigt gewoon bij het instortingsgebied. Waarschijnlijk heeft dat nog veel verder doorgelopen in die tijd, die afperking van gebieden. Dat is de uitgang die in 1714 gemaakt wordt. Dit herken je waarschijnlijk wel, dat is bij de schacht in Zonneberg, dat is de F-muur. Een heel leuk gebied, mooie ontginningen. Je komt daar ook weer de bekende namen tegen die ook in het noord, echte noordgang, zoals je komt, Sylvius. Die staat daar heel vaak. Kom je ook hier vlak achter een van de muren tegen. Wat je ook de hele tijd ziet is dat er happen uit zijn genomen. Ik mag dat geen roofbouw noemen. Je ziet ook dat is een heel ander ontginningspatroon dan waar dat gebeurt. Dat tref je hier overal aan. Trouwens, dat is ook in de Zwarte Berg zo. Als je in de gangen komt achter de IJzeren Trap, hè, dat is dus eigenlijk het gebied achter C&D-muren, daar zie je ook die verbredingen. Die hebben allemaal in de 19e eeuw plaatsgevonden. Ik heb dat nooit begrepen, want toen was er al staatstoezicht op de mijnen die voorschreef dat gangen niet breder mochten zijn dan 3,60 meter. En dat is echt allemaal naderhand gebeurd. Onder andere door deze man, Duchateau, die daar toen ontgon. En die daar behoorlijk actief is geweest in de 19e eeuw. Overigens staan er ook in dat gebied heel oude handtekeningen in de Wilde Berg. De Wilde Berg is behoorlijk oud. Het oudste opschrift dat wij kennen in de Wilde Berg is 1580. Dan zijn ze dus toch al helemaal door die instortingen heen gekomen en hebben ze een stuk daarvan ontgonnen. Laurent, dat is de rentmeester van de bisschop van Luik. Die kon blijkbaar inspecteren. Maar wat we ook daar tegenkwamen, en dat verbaasde ons, we komen onze oude vrienden tegen. Ik had het juist over, noemde ik even, die ruzie die er was aan de ene kant tussen Godding en Svenne. Maar er was Aerts ook bij betrokken op de achtergrond. En die kom je hier ook weer tegen. En Godding kom je daar ook tegen. En we zaten daar een boterham te eten. En op de muur zien we opeens een kruis staan. En dat hadden we echt niet met daar verwacht. Dus gingen we even verder kijken. Toen vonden we een tweede kruis. En buiten de, zeg maar weer aan de goede kant van de F-muur, vonden we er nog meer. Toen bleek dat een ander iets dat we heel vaak gebruikt hebben bij ons onderzoek ook ons erg van pas kwam. Ik heb verteld, we deden veldonderzoek, we gingen naar het archief, literatuur, maar we hadden ook op een gegeven moment een kaart gemaakt in Illustrator. Ik weet niet of mensen het programma kennen. Kun je allemaal lagen aanleggen. Hè? Ik kan dingen in een bepaalde laag zetten en die kan ik zichtbaar of onzichtbaar maken. En als ik ze allemaal erin zou zetten, dan word je gek. Maar het is handig om daar mee om te gaan. Je kunt daar bijvoorbeeld ook de bovengrond op projecteren. Zo hadden we bijvoorbeeld in dat stuk waar we het zojuist over hadden allerlei jaartallen gezet. Gewoon om eens te kijken hoe ver men al was gevorderd af en toe. Er staan niet alle jaartallen in die we kennen of zo. Daar ging het niet om. Het ging om oude jaartallen erin te krijgen. Of we hebben ook die kruisen er bijvoorbeeld ingezet. En toen dachten we gaan die kruisen die we daarboven vonden in de Wilde Berg er ook inzetten. Zie je ze daar lopen, die rij? Praktisch op één rechte lijn, hè? En ook hier stond aan de ene kant van een pilaar en dan zag je hem. En dan liep je aan de andere kant van de pilaar op de te verwachte plek weer een kruis. Dat is een rijtje. Hij stopt daarboven. Of hij daar ook nog heeft doorgelopen, weet u niet, want daar is het afgegraven. Daar kon je niet meer komen. Of waren de wanden te beschadigd door de afgravingen. Daar stopt het. Maar het stopt ook beneden. Dan kun je je afvragen, waarom zou dat dan weer zijn? Hè? Waarom stopt het daar zo plots? Kijk. Als je de bovengrond erop projecteert, het is dezelfde rij kruisjes. Hè? Je ziet ze wel, hè? Het stopt netjes bij de Luikerweg. Percelen eindigen bij een weg. En je verwacht ook dat die kruisjes een grens aangeven. Een grens waarvan? Van een perceel. Waarvan anders? Het loopt ook netjes zo langs de rand van een perceel. Dat het niet helemaal samenvalt. Mensen, ik heb bij dit werk ontzettend vaak kaarten op elkaar zitten leggen. Het past nooit helemaal. Zelfs twee kadasterkaarten op elkaar past nooit helemaal. Dus dat moeten we voor lief nemen. We waren ook niet uit op grote exactheid in dat opzicht. Voor ons was een loopkaart en die ons inzicht gaf voldoende. We haalden er nog maar een laagje bij.
Deze lijnen die geven lijnen aan van de ontginningen zoals die vanuit Savante gemaakt zijn. En je ziet ook, het stopt hier netjes. Dat is ook weer te verwachten, behalve die weg. Het is ook het gebied van een ander. Dus je krijgt op die manier, door met die kaart heel veel te werken, en dat doen we nog steeds, krijg je ook inzichten die je anders niet zou krijgen. Dus zo'n kaart is eigenlijk voor ons een vierde hulpmiddel geworden, dat we graag en veel gebruikten. Oké, ik ga nog even een klein stukje zuidelijker, naar de zogenaamde groeven 3. In de 19e eeuw veranderden alle verhoudingen op de berg. Die oude feodale verhoudingen die waren weg. Er werden nieuwe ontginningen gemaakt. En dat kwam onder toezicht van het staatstoezicht op de mijnen. Die onderscheiden 3 ontginningen in de Pietersberg. 1, 2 en 3. 1, de meest noordelijke enzovoort. Hier zie je ze. Wat je ook goed kunt zien is, dit is groeve 3. Dat is een enorme ontginning. Binnen de groene. Binnen de rode lijn, dat is groeve 2. En binnen de blauwe, dan moet ik even iets anders vertellen. Van groeve 2 en 3 kennen we de grenzen, omdat het staatstoezicht gewoon heeft omschreven welke percelen eronder vallen. Dus die lijn valt te trekken op de bovengrond. En dat zijn die lijnen. Dus groeve 2 en 3, daarvan kennen we de echte grenzen. Bij groeve 1 ligt dat wat moeilijker. Daar hebben we nooit zo'n omschrijving van gevonden. Maar binnen de blauwe lijnen is wel het gebied dat Keulen in 1916 verkoopt aan een mergelmaatschappij die daar gaat ontginnen en die de groeven bij de tennisbaan ontgint. Dat is dat gebied. Ik weet dat Keulen nog meer grond heeft op de berg en dat hij ook in bij de Wildeberg ontginningen heeft. En als daar ontginnen wordt, en ik heb daar bijvoorbeeld een plattegrond van het staatstoezicht op de mijnen uit de 19e eeuw, dan wordt dat ook groeve 1 genoemd. Bij groeve 1 hebben we dus wat meer vaagheden, maar in elk geval, dat stuk hoort eronder. In dat gebied, dat is dus eigenlijk het gebied naar, zeg maar, Padvinderschat, zo achter pompenkamer 3, richting Padvinderschat, daar heeft in de 19e eeuw Keulen nog ontgonnen. En dat is overgedaan in 1916. Eigenlijk valt praktisch heel Slavante onder groeve 3. En dat hele gangenstelsel Slavante, dat ik u eigenlijk wil zeggen, dat zo rond 1800 al tot stand was gekomen. Aan de marges, aan de randen, daar werd nog ontgonnen. Dat kun je ook zien. Als je nou rondloopt, waar de plekken waar je kunt komen, of een voorbeeld waarvan we uit het verleden foto's hebben, daar staan nog opschriften van blokbrekers uit de 19e eeuw. Maar men was in elk geval tot hier ergens al gevorderd. De zak van Franken, die bestond praktisch in zijn totaliteit. De Mingel, zoals dat gebied heet, naar een blokbreker of een champignonkweker, dat is niet bekend. Daar werd in de 19e eeuw nog gewerkt. Daar werden nog ontginningen gepleegd door de families die het toen in eigendom hadden. Dat was de familie Straatmans toen. En je ziet, de 19e eeuwse ontginningen zien er heel anders uit dan wat we kennen uit Zonneberg enzovoorts. Andere type blokken. Ik ga niet op de hele ontginning in, dat is een heel apart verhaal. Het zijn heel andere gangen. Hier zie je zo'n mijnmeterskaart. Dat is in 1880. En daarboven, dat is waar ze aan het ontginnen zijn. Hier is de toeristeningang. Dit is het museum. Hier heb je de drup. Merkwaardig is, de ijzeren gang bestond. Dus ze hadden, als ze daar naartoe wilden meten, hadden ze een rechte lijn kunnen maken. Maar je ziet, ze gaan helemaal via de B-muur en dan via de C-muur weer. Dat is de route. Ik denk, omdat dat samenvalt met een aantal oorspronkelijke meetlijnen die daar gestaan hebben. En dat ze daarop teruggrijpen. Om van daaruit opnieuw te meten. En die ontginningen daar, die op een gegeven moment trouwt een ene straatmans in 1898 met een man Krets. En tot dan toe is er wel gewerkt daar in die mingel, maar er werken 3, 4 man, het is niks. Die besluit het grootser aan te pakken. En die is ook heel jaloers op het succes van het casino, Slavante. En die wil iets soortgelijks inrichten. Hij legt de Wilhelminaweg aan, het gelet komt er. Hij wil er tennisbanen bij maken, speeltuinen.
daar komt het niet van. Maar hij heeft grootse plannen. Hè? Dit is de ingang die de toeristen dan gebruiken. En dat is een van de toenmalige gidsen. Dat was Frans Och en dat is een heel ver familielid. Toen ik zelf nog student was en gids, kon ik altijd zeggen dat ik de laatste teller van het laatste gidsengeslacht was. Dat klonk goed, maar het was flauwekul. En dat is de ingang die door de toeristen toen benut werd. Een aantal mergelwerkers, ik zei het was nog allemaal bescheiden. Dit is het begin van de 20e eeuw. Zo werd het naar buiten gebracht. Door die zogenaamde IJzeren Weg, die lange gang van oost naar west, liep een smal spoortje. Maar dat werd gewoon met paard en wagen gedaan. En dat is die gang. Dit is overigens een foto van Max. Dat is een toenmalige bergloper. Een prachtige rechte gang. Wat zijn eigenlijk die puinhoop aan de rechterkant? Wat daar de puinkegels zijn van? Ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat op bepaalde NC-kaarten staat dat de IJzeren Weg, daar werden puinhopen voor gegooid op een bepaald moment om de pap tegen te houden. Of dat deze zijn, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat op die puinhopen waren wel muren opgericht om die kwekerij van pluimmakers erachter af te dichten. Die lag op de pap, ja. Even kort, als je voor de pluim stond, liep je altijd rechtsom om weer op de IJzerweg te komen. Maar je kon ook daar vlak voor, even achter de B-muur, naar links gaan. En dan kwam je in tamelijk lage gangen terecht. En dan kon je op een gegeven moment, moest je ook op je buik kruipen. En dan kroop je eigenlijk over de pap heen. Keiharde pap. En opzij had je dan met golfplaten afgedichte kwekerijstukken. En als je ver genoeg doorkroop, hè, dat was echt heel veel op je buik kruipen, dan kwam je in het museum. Maar goed, dat werd gewoon naar beneden gestort, die mergel. Dat werd in de mingel werd losse mergel gewonnen, in die tijd althans. Hier kwam het uit. Dat huisje daar, dat je ziet, is het huisje van Frans Och. Die had toen een café erbij. En hier werd dat opgevangen en verder vervoerd. Dat allemaal redelijk kleinschalig, hè? Maar er kwam verandering in. In 1916 verpachtte Krets dat aan een bedrijf. Dat is de NAKAM, de Nationale Kalkmergelmaatschappij. In Amsterdam was een consortium opgericht. Een consortium om een cementfabriek op te richten. Nederland had wel wat cementfabrikage, maar allemaal klein. We wilden dat wat groter doen. In het begin van de 20e eeuw was er een rapport ooit uitgekomen, waarvan de korte inhoud luidde, Limburgse mergel is niet zo geschikt in principe voor cementfabrikage. Niet de juiste samenstelling, niet de juiste chemie, weet ik veel. Maar twee ondernemers die hadden uitgezocht dat er een cementbedrijf in Turnhout was, in de Belgische Kempen, en die haalden zijn mergel uit Vizé. Daar was de fabriek gevestigd. En dat consortium dacht, dat kunnen wij ook. Want mergel van Vizé is ook de mergel van de Pietersberg. Die kunnen we dus wel degelijk gebruiken. En het is helemaal niet noodzakelijk om daar een fabriek te bouwen. Dat gaan we elders doen. Dat gaan we in Utrecht doen. In de provincie Utrecht, bij Utrecht. En dat was het plan. Maar het was oorlog. Ze konden dat toen verwerven. En ze wilden zich al veilig stellen. Hè, om die mergelaanvoer veilig te stellen. Dus daarom richtten ze een bedrijf op. De NAKAM, om dat te doen. En dan zou na de oorlog, als hij voorbij was, dan zou het verder het plan ontwikkeld worden. Dat zijn de twee mannen die van het bedrijf. De ene man is een ingenieurstam, die is in Duitsland opgeleid, werkt al in de cementindustrie. En de ander, kapitein Scharro. Dat bedrijf is al 19 failliet gegaan. Hè. Stam heeft naderhand een mooie carrière gemaakt als architect. Die ontwierp allerlei betonconstructies, wat voor die tijd heel nieuw was. En Scharro heeft zijn militaire carrière vervolgd. Was een goede organisator, want hij zat in het Olympisch Comité. En hij was mede-organisator van de Olympische Spelen in Amsterdam. En in 1940 was hij degene die die bevelhebber was in Rotterdam, toen daar gebombardeerd werd. En die de overgave moest regelen. Dus bijzondere mensen, en die maakt het groots aan. Werkte voor Krets 4 mensen. Zij hadden binnen de kortste keren 80 man personeel. Je ziet er hier een aantal rondlopen. Want ze pakten het zo groots aan intern, dat je bijvoorbeeld ook een heel logistiek apparaat nodig had. Er waren een hele hoop mensen bij de afvoer betrokken.
Je ziet ook, van meet af aan wordt er besloten ook blokken te zagen. Dus niet meer alleen losse mergel, ze doen het allebei. Die vergunning hadden ze ook losgetroggeld. Er wordt ook dagbouw gepleegd. Er wordt ook in stukken berg al weggegraven. Dit is, ligt nog allemaal voor het chalet. De exploitatie van het chalet bleef gewoon bestaan. Dat was ook de afspraak. Dat was ook een behoorlijk verdienmodel. En als je op andere foto's kijkt, hè, ik heb een hele serie foto's ervan, zie je ook hoe die spoortjes lopen. Die keet daar is niet het chalet. Hè? Als je naar de details van het chalet gaat kijken, zie je dat. Nee, er werd een werkloods met daar gebouwd. Wat ze ook deden, ze bouwden een enorme installatie op de berg om het vervoer naar schepen te vergemakkelijken. En dat hebben ze heel slecht gedaan, want dat stortte binnen de kortste keren in. Ook boven op de Wilhelminenweg, zoals je ziet, die wordt ook versperd. Hier zie je het nog eens een keer. 'S Ochtends de ene instorting, eigenlijk van het metselwerk. In de middag kwamen de rotsblokken naar beneden. Er was een enorm eject en tegelijkertijd ook hun werkloods verzakte toen. Blijkbaar werd er, is er te haastig gewerkt, te slecht gewerkt, hoe dan ook. Het is een bedrijf die na kan, dat is vanaf begin af aan door pech geplaagd. Ze maakten zichzelf ook niet gemakkelijk, want de ingenieur Stam, bedrijfsleider, had zijn kantoor in Wormerveer, niet ter plekke. Hij kreeg dus al zijn informatie achteraf, uit de tweede hand, enzovoorts. En die slagen erin binnen de kortste keer ontzaggelijke ruzie te krijgen met staatstoezicht op de mijnen. Zelden zo'n kribbige correspondentie gelezen. Omdat het instort hebben ze een glijgoed moeten maken. Zo werd de mergel afgevoerd en in schepen gebracht. Dan kun je ook wel voorstellen dat je nog wat mensen nodig hebt om dat proces te begeleiden. Ze bouwden ook een kalkmergeloventje. Dat is net naast het huis van Frans Och. Een kalkbrandoventje. Onderaan Wilhelminaweg. Ik weet niet hoe lang dat heeft bestaan. Want ze hebben pas in mei in 1918 de vergunning gekregen. Maar in juni plaatsen ze al een advertentie om het geheel te verkopen. Ik weet wel, er is ook correspondentie over, dat er heel veel protest was vanwege de rook die ze verspreidden. Want bijvoorbeeld de mensen in Casino Slavante hadden daar behoorlijk veel last van. Hoe dan ook, het heeft bestaan. Die boom staat nog net in de tuin van Frans Och. Wat je wel ziet, hier op de achtergrond, hè, zie je dat ze hier ook een soort installatie hadden gemaakt om een schip te beladen, van bovenaf. Daar heb ik nooit werktekeningen van gevonden. Dit is de ontginning uit die tijd. Hoe het zich dan behoorlijk heeft uitgebreid. Zij schafte trouwens ook een locomotiefje aan om door die gangen te gaan. Dat alleen al was daarover ontstonden ontzaggelijk veel problemen met staatstoezicht. Want dat locomotiefje had veel meer ruimte nodig. Dus er werden overal happen uitgehaald. Dat versterkte het, de boel bepaald niet, maar het gebeurde vooral zonder vergunning. Er werd niet overlegd. Dus in dat hele traject zie je overal dat er dingen worden afgesneden. En ook een hele hoop oude opschriften worden afgesneden. In de buurt van de Drup is een hele hoop verdwenen op die manier. Dus dat, ik zei al, dat leidde tot veel protesten van staatstoezicht. Op een gegeven moment heeft staatstoezicht een heel nieuw reglement opgesteld, een heel streng reglement. Dat werd op dezelfde dag nog daar overhandigd, met de verplichting dat aan elke arbeider ook te overhandigen. Dat er nooit meer gezegd kon worden, ja, dat hebben die mensen gedaan en die wisten niet beter. Er zijn processen, verhalen opgemaakt, officier of justitie erbij. Nou, het was grote ellende met dat bedrijf. En je ziet hier een verhaal op de Rotte Pijler. Er zijn allerlei plekken geweest waar het gevaarlijk was, waar er langs aardpijpen gewerkt werd, waar eigenlijk versterkingen moesten worden opgericht. Daar moesten ze allemaal toe verplicht worden, maar uit zichzelf deden ze het niet. Hoe dan ook, 1918, oorlog voorbij, de mergelmarkt stortte in. En daarmee was het bedrijf voorbij. In 1919 is het verkocht. Ik kwam eerst terug bij Krets. Die heeft toch geprobeerd een beetje te exploiteren. Tot 1920. Toen heeft hij te koop aangeboden. Er is een veiling geweest, op Pays-Bas. Het is aan de gemeente aangeboden. Die heeft het niet gekocht. En toen kwam het in handen van dat bedrijf uit Turnhout. Dat bedrijf uit Turnhout gebruikte het aanvankelijk ook gewoon voor de losse mergel. Maar zocht financiering, zoals veel mensen in die tijd, vond dat
onder andere door fusie met Zwitserse partijen. En dat is eigenlijk het einde van het verhaal. Want dat heeft geleid tot de oprichting van de ANSI. En daarmee had bijvoorbeeld de NAKAM nog enige consideratie met de omgeving. Heeft bijvoorbeeld veel dingen aangeplant in de omgeving om dingen af te dekken. Dat was daarna voorbij. Maar het verhaal van de ANSI is natuurlijk een heel apart verhaal. Goed, even nog een heel klein laatste stukje. Even om het rond te maken. Deze man kennen we, hè? Dat is van Schaik. Ja, hier is hij 30 jaar. En eigenlijk is het verhaal van Schaik wel mooi, hè? Die kwam zo rond 1919 voor het eerst in Maastricht. Hij heeft er wel over geschreven, niet gepubliceerd iets, waarin hij zegt, hij is heel teleurgesteld over die Pietersberg. Een berg, dat is een verheffing in het landschap. Hij komt ook niet in de berg, hè? Hij wordt gevraagd om een kabelbaan over de berg te ontwerpen. Dat is zijn opdracht. En hij vervoegt zich wel bij de groeven. En hij vertelt, er is één gang die daar dan loopt. 30 meter naar binnen. Daar is hij wel even naar binnen gelopen. Maar dit is de groeve waar nu de speeltuin is. Die kant. En het leuke is, achterop staat in het handschrift van Van Schaik, wie hem heeft gemaakt, die prent, en dat die uit mei 1916 is. Ze hebben een min of meer authentieke afbeelding van hoe het daar toen uitzag. Goed, hij is dan een tijdje daar actief voor dat bedrijf. Hij ontwerpt bepaalde installaties om die, bijvoorbeeld die kabelbaan te beladen enzovoorts. Hij is betrokken bij de oprichting van de Mergelschuif. Er wordt een kade gemaakt aan die kant. Later is die Mergelschuif, de bekende Mergelschuif, af. Daarvoor ontwerpt hij de elektromotoren die het geheel aan de gang moeten houden. Maar dat is zijn bemoeienis. Hij is dan nog niet in de echte Pietersberg geweest. Daar heeft hij dan nog geen belangstelling voor. Maar hij wordt aan het eind van de 20e jaren opnieuw gevraagd, want die kabelbaan dat functioneert niet goed. Ze willen een tunnel maken. En hij wordt gevraagd om die tunnel te ontwerpen. Aanvankelijk is dat heel romantisch. Moet je eens kijken, hè? Hij heeft gewoon de plattegrond te pakken gekregen uit het archief. En dan denkt hij, kijk, dan maak ik zo van de gangen gebruik. Het volgt het hier netjes. Maar hier realiseert hij zich dat hij nog door wat pilaren heen moet gaan. Dan maakt hij nog eens een omweggetje. Nou, zo zou die tunnel wel kunnen lopen. Hij kent de berg niet, want als hij dat had geweten, had hij hem niet zo ontworpen, want iedereen weet dat daar de boel hartstikke is ingestort. Hij komt daar pas achter in 29. In 29 begint hij daar pas rond te kruipen. Aanvankelijk wordt hij rondgeleid door Keulen, maar al snel gaat hij zelf op stap in de instortingen, samen met zijn assistent Wiele Zalek. Dat zijn ook in dat handschrift dat ik noemde prachtige verhalen, want ze doen alles wat me God verboden heeft. Hè. Kijk, hier zie je ze beschaafd een blok wegruimen, maar hij vertelt ook ergens dat er een blok toch wel erg vast zat en hoe Wiele Zalek en hij op hun rug gaan liggen, hun voeten er tegenaan zetten om stevig te duwen, om dat blok eruit te krijgen. Heel formeel gekleed, hè? Hier weer dat gezelschap. Maar goed, zo komt die tunnel tot stand. Wat meer mensen niet weten is, kijk, door die tunnel liep het spoor, hè, dat weet je. Daarvoor was hij gemaakt. Dit hier is de zogenaamde aardappelgang. Ook door die gang, en hier heb je ook de gotische gang enzovoorts. Hier heb je de gang. Dat is aangelegd om een vluchtroute te creëren. Maar dat levert ook veel mergel op. Die moest ook afgevoerd worden. Dus door dat geheel heeft ook een treintje gelopen, een enkelspoor een tijd lang. Ik denk dat in die tijd ook de aardappelgang voor een gedeelte verder geëgaliseerd is. Want je kunt ook zien dat de onderste laag gekapt is. En de opschriften, de oude opschriften, staan allemaal hoger. Hij was toch meer van plan. In die tunnel wilde hij ook een soort emplacementje maken. En waar iets gearrangeerd kan worden. Hier is de kluis. Op die plek is het. En als je dan kijkt, je ziet dat achterste, dat is de kluis, hè? En je ziet daarboven overal die gaten. En ik denk dat dat allemaal aanzetten zijn geweest voor dat emplacementje. Ze zitten wel op de goede plek. Omdat we nieuwsgierig waren, dat vertelde ik straks al helemaal aan het begin, hebben we een bereidwillige medewerker van het Natuurmonument bereid gevonden. Daar met een hele lange ladder te gaan staan en daar een gaatje in te boren naar achter te kijken. Ook daken zijn kleine ruimtes die vol puin liggen, maar dus is duidelijk niet doorgezet. Helaas.
dat er geen echte gangen zouden lopen, dat wisten we wel. Dus voor de mensen die er nog eens langs lopen, hier zie je dus een klein relict van die plannen van Schaik. Hij is ook betrokken geweest bij de kluis. De kluis zelf is ontworpen door de Rijksgebouwendienst. Hij werd ingehuurd omdat er zoveel mergel weggewaald moest worden. En dat zou de pilaren en het plafond af en toe erg verzwakken. En hij moest daarbij adviseren. Dus dit is weer een tekening van hem rond die kluis. Maar hij is niet bij de inrichting verder van de kluis betrokken. Die er wel ook geïnteresseerd in waren Duitsers. In 1943 hebben Duitsers een hele hoop groeves in Limburg geïnventariseerd. Daar maakten ze een soort standaard rapporten over met 7-8 paragrafen, allemaal op dezelfde manier opgebouwd. Geologie, de toestand van het plafond, de toestand van de vloer, het klimaat, noem maar op. En dat deden ze ook in Noord. Ze gingen na wat ze daar konden inrichten. Daarvoor maakten ze een nieuwe kaart in het bruikbare gedeelte van Noord. Want ze waren niet tevreden over het kaartmateriaal van Schaik. Overigens terecht hoor. Dit zijn een stuk nauwkeurige kaarten als je ze gaat gebruiken. En ze hadden natuurlijk de kennis, de manschap. Je kon het in groots aanpakken. Hè. Je kon hele ploegen erin sturen om dat opnieuw te karteren. Hè. Dat is in een paar weken tijd hebben ze toen dat allemaal gekarteerd. Ook de stukken gang die er lagen bij de Mergelweg. En Noord vonden ze buitengewoon geschikt om in te richten. En we besloten dan ook een aantal muren te bouwen. Die muren kennen we allemaal wel. Die zijn door de Duitsers gemaakt. Kijk, de gidsen die lopen hier langs. Hè? Hier is die tekening van het fort. En hier ga je door een poort. Die was er toen niet. Dit was dicht. De doorgang naar dit stelseltje, de Franse hoek, was hier. Die hebben ze dichtgemaakt met een muur. Daardoor hadden ze dus een heel stuk tot hun beschikking. Waarvoor hadden ze dat nodig? Ze wilden daar 23 wagonladingen medicijnen onderbrengen. Of dat is gebeurd, weet ik niet. Maar ze hebben wel de voorbereidingen getroffen. Want, zeiden ze, we kunnen het allemaal aanvoeren door de tunnel en door de aardappelgang met vrachtauto's. En dan zie je ook weer in de aardappelgang, dat er ook zo is uitgekapt dat er hogere dingen doorheen kunnen. Hè? Dat treintje, dat was maar zo hoog. En dat heeft niet zo'n breedte. Ze hebben die gang echt zo aangelegd dat er met zwaar materieel gereden kon worden. Kijk, hier zie je het een beetje zo opzij, zie je? En dat is een van die poorten die ze hebben gemaakt. Hè? Dat werd goed afgedicht. In dat achterste gedeelte, in dat binnengedeelte zal ik maar zeggen, zie je het ook weer. Je ziet daarboven normale ontginningen en er is daaronder ontzettend veel uitgekapt om overal een mooie rechte vloer te krijgen voor hun opslag. Ze hebben dat trouwens ook gedaan bij de Gamer. Dat hebben ze ook helemaal opnieuw opgemeten. Dat is een heel leuke kaart om te bekijken. Als je die vergelijkt met de huidige toestand, dan zie je dat daar door de champignonkweker in de 50er jaren nog allerlei bijgegraven is. Maar dit is wat zij aantroffen. Zij vonden, het was toen in gebruik, al in 1943, als luftschutzkeller. En ik weet ook uit andere bronnen, er stonden stapelbedden. En ik heb ook mensen geïnterviewd die op de Mergelweg woonden. Die vertelden, 's nachts gingen we daar slapen. In september hebben ze daar hele tijden gezeten. Alleen werd moeder af en toe naar beneden gestuurd om te koken. Die moest dan met een pan eten terugkomen. Die hele Gamert, hè, die was eigenlijk dicht. In de eind van de jaren 30 is de ingang, zoals die er was, de petite entrée, opgeblazen. Dat zie je hier gebeuren. Maar in de oorlog wilden ze dat weer open krijgen om daar die kelder in te richten. En dat zie je hier. Hier wordt die weer geopend. Er wordt ook een pad naartoe gelegd, dat langs de berg. Dat gaat hier dadelijk naar rechts en komt dan bij de ingang uit. Die ingang die weer geopend is en waar een deur in zat, zo heb ik het, en ik denk anderen die er wat langer lopen, nog gekend. Daar kon je gewoon naar binnen lopen. Hè? Niks kruipen, bukken, gaten zoeken of zo. Het was een heel comfortabele ingang. En aan het begin van de jaren 70 is die opnieuw opgeblazen, omdat er toch te veel jeugd rondhing, die via de instortingen in Noord kwam. En die werd binnen de kortste keren, binnen een maand, twee maanden,
weer geopend. Kon je er overheen kruipen. En in eind jaren 70 is hij nog een keer opgeblazen. En toen goed. En daar zie je hier de binnenkant van. Dit is de oorspronkelijke petite entrée. Ja, kijk, en daar wilde ik eigenlijk mee afsluiten. Want we zijn aan de grote ingang begonnen. En we zijn zo rond gegaan. En we zijn hier nou terug. En we zijn ook weer in het heden, zal ik maar zeggen. Een paar opmerkingen invallen achteraf. Laat het me weten. Want wat ik vertel is wat wij bedacht hebben op grond van allerlei dingen. En die we in een boek uitleggen waarom we dat vinden. Maar het is natuurlijk niet de ultieme waarheid. Dat is, geschiedenis bestaat uit verhalen. Geconstrueerde verhalen. En dit is onze constructie dan. Goed, dat was het.